Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van familie Lacap. Sorry, het spijt me echt. Het spijt me echt oprecht. Wij gaan vandaag een video opnemen en deze video staat in het teken van emoties. En zoals jullie kunnen zien, ik word een beetje emotioneel ook hiervan en zo. En ik ben een beetje verdrietig. En dat komt gewoon omdat vandaag onze emoties worden bepaald door dit rad, door de mysterie. Wie daar heb ik echt super veel zin in. Ik ben super hyped om wat te gaan doen. Ik heb zin in die video. Ik hoop het ook. Het wordt echt geweldig. Jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mocht je bedenken van wat is er met je aan de hand? Waar heb jij last van? Welke emoties? Dit rad gaat vandaag de emoties van mij en Senan bepalen. Dus vandaag zullen er een aantal stemmingswisselingen tussendoor gaan komen. Dus ik ga een keertje in jouw schoenen staan. Met stemwisselingen. Een vrouw, dat hoort bij een vrouw. Ja! Nee. Dus dat is eigenlijk wat er vandaag gaande is. En wat leuke ideeën in ons hoofd. Om, waarbij we deze emoties tenminste ergens moeten gaan uitvoeren en zo. Okay, de eerste opdracht waar we deze gaan uitvoeren is met ons neefje. Want die is nu boven met de kinderen aan het spelen in de kamer. Hij weet nergens van. We zeiden even gaaf lekker boven spelen. En als ik het ga doen, hij gelooft me sowieso niet. Nee, dus we hebben besloten dat ik een bepaalde emotie hem ga toespreken zometeen. Want zoals gezegd, bij Sel gaat hij sowieso lachen. Maar niet uit wat ik daar gaat lachen. Oké, zullen we even gaan draaien? Ja? Kijken op welke manier ik ons neefje ga aanspreken. Nee. Hij is gekomen boos. Oh nee, ik voel me nu wel echt schuldig. Maar nee, dat ben ik niet. Ik ben boos. Ik ben boos op hem. Ja, ik ga hem roepen en ik ga hem even aanspreken. Hallo, dus, ik ben wel wat boos, hè? Ik ga hem even zo goedmondig toespreken. Yves, wat is dit? Waarom heb jij niet opgeruimd, Yves? Ik vind het echt niet leuk. Je logeert hier, Yves, en je bent vervolgens een... Ik zei het toch, hij trapt het door. Bij mij trapt hij niet meer, bij jou ook niet meer. Maar hij zat nog even zo te kijken. Gaat het goed, Deborah? Hij zit me al gelijk letterlijk, ik ben 2 seconden en hij zit al gelijk te lachen. Wat dan? Je lijkt het opruimen. Dan word ik wel echt boos. En mijn emotie is boos. Ik ben boos, jongens. Maar Essa, je doet het fout. Nu ga je alles opruimen. Ik ben helemaal klaar met. Kom op! Ja, maar je moet af en toe weer speeksel hebben. Dat is zo. Oké, boys, wij moeten jullie even vandaag wat mededelen. Ja? Vandaag kunnen papa en mama een beetje humeurig zijn, stemmingswisselingen en zo. Ik ben blij. Want vandaag wordt onze emotie bepaald door deze mystery wheel. Dus het kan zo zijn dat ik de ene keer heel boos ben, maar de andere keer ook heel blij en heel hyper. En papa is nu heel blij! Jee, ik kan ademen! Ik voel het zuurstof zo lekker door mijn lichaam gaan, jongens! Dat vind ik zo leuk! En... sorry dat ik zo doe, mensen. Ik doe wel rustig nu. Hey. Jij is? En wat zag dat als niet een half uur? En dan... jij moet nu opeens heel irritant zijn. Wees irritant. Ja, zo doen. Perfect gewoon. Irritant doen. Ga weg. Hé, hey, maar jongens, jullie krijgen de taak. Blijf. Jullie krijgen... Oké. Hé, maar jongens, wacht even. Jullie drie zitten zo achter in de auto. Jullie hebben de taak. Deze is straks in handen van jullie. Wij gaan namelijk ergens naartoe. En dan mogen jullie hem spinnen. Ja? Dus schoenen aan, Mr. Wheel op schoot en dan gaan we er even vandoor. Oké, we zitten in de auto. We zijn aangekomen bij een bestemming. Zitten jullie allemaal goed? Zijn jullie goed voor het bordje gezorgd? Mr. Wheel, want die gaat zo meteen bepalen hoe... Wees lief voor hem. En de bestelling gaan doen in de McDrive. Wat hebben we eventjes trek, willen wat lekkers halen. Wat zal mijn emotie zijn? Ben ik blij of ben ik verdrietig? Oké, Yves, draai hem. Yves, draai hem maar. Oh, we zijn er bijna. Oeh, dat was bevallig. Hyper. Welkom bij McDonald's. Is die bestelling mogen? Mogen we een ijsje eten? Wat willen jullie, jongens? Wat willen jullie hebben? Ijsje. Mag ik 4 keer in McFlurry? M&M? Hoe vaak? 4 keer.
Ja? Nog ijsje? Karamel of aardbei? Geen saus. Geen saus, vier keer? Vier keer? Ja? Maar ik mag geen ijsje hebben. Ik mag alleen een patatje. Mag ik een patatje mayo van jou? Ja? Dat was het. Was dat dan? Ja. Maar dat is 15 en dan mag je doorrijden. Dat is een boekje daar zo helpen. Dankjewel. Ben ik zo klote. Wacht, nu ga je betalen. Schuldig. Hij is hier niet. Hij is weg. Oh my god. En die jongen die ging volgens mij ook stuk. Hier. Wat zou je denken? Hé? Hij is echt weg. Oh, je hoeft niet te betalen hier. Slaan we deze raam open? Of hij is weg? Ik Want je hebt normaal een raam om de eerste betaling te doen. Hij zat gewoon het eerste. Ja, daar is hij. Hij is er. Wat was ik eigenlijk? Wat is je emotie? Wat is mijn emotie? Schuldig. Wat? Je bent schuldig. Je voelt je schuldig hoe je teken hebt gedaan. Hè? Voel me schuldig? Hey, sorry dat ik zo heb gedaan. Ik kan mijn emoties niet onder bedwang houden vandaag, meneer. Maakt niet uit. Nee, mag ik pinnen alsjeblieft? Ik voel me zo schuldig. Dat is mijn dag al een stuk beter. Maak je dag een stukje beter? Volgende emotie. Gooi volgende emotie. Wat word ik? Boos. Je pinapparaat heeft me gelegd, maar ik heb geen gaf in mijn pinpas. Hier, pak hem in de deur dicht. Neem daar de volgende bestelling eens op, jongen. Vind ik toch niet normaal? Hey. Hey, wel even zwaaien. Zeg maar doei. Oh, holy moly. Oh, hier hebben we het Nou, ik vind het wel leuk om te horen. Hij maakt zijn dag wel. Ik maak zijn dag, dus shout out to him. Nou, we genieten lekker van onze ijsjes, die lekker allemaal. Ja. Lekker jongens. Wij willen zo meteen eventjes naar ziekenbezoek gaan bij hondje Banjer. En Banjer is het hondje van het broertje van Sarah. En die is, we maken nu erg dat het is niet heel erg, maar we dachten, we hebben even reden om langs te gaan. Maar natuurlijk gaan we emotiewiel laten bepalen zo hoe wij reageren. Ik zat te denken, zullen we hem laten bepalen hoe we gaan reageren op jouw broertje? Ja. En ook hoe we gaan reageren op Banjer, op de hond. Hey, maar Esther zegt van jullie allemaal lekker genieten van jullie ijsje. Ik heb geen ijsje gehad. Wie is zo lief dat ik een ijsje mag? Ah, kijk zo lief, Yves. Je hebt een klootzak, gewoon leeg ijs. Mag ik jouw ijsje? Dankjewel. Nee hoor. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, we hebben besloten. Ik krijg een emotie voor het begroeten van mijn schoonbroertje, maar zo te zeggen, broertje van Sarah. Omdat we anders bang zijn dat hij het weer te snel door heeft. En we krijgen allebei een emotie om de hond te gaan begroeten, Banjertje. Yves, draai maar mijn emotie voor het begroeten van Ben. Luidruchtig. Oh. Oké, Yves, draai mijn emotie voor Banjer. Irritant. Oh, arme hond. Okay. En ik? Saran? Schuldig? Ja, ik geef normaal nooit meer echt aandacht zoals vroeger. En ik woon niet meer bij hem, dus Oké, ja. Ben wil ook, had hij net zo over. Boos. Oké, bedankt. Oh, hij wil boos. Oh, je wil die eens draaien. Oké, ja, hij is al boos. Jij wil boos worden op Banjer. Wil je boos worden? Ik ben heel erg benieuwd hoe hij die boze emotie gaat doen. We gaan er naar binnen. Zo jongens, hebben jullie zin in? Of zou ik zeggen, Esther, heb je er zin in? Hij gaat echt denken, wat een gek. Wegwezen, hormon. Nee, dat kan ik niet maken. Dat hè? Ik vind jou echt wel irritant. Nee, dat kan ik toch niet. Nee. Esther, je bent gezakt. Je bent gezakt. Waarom zit de deur eigenlijk dicht daar? Esra, je bent gezakt. Oh my god, dat is toch zielig. Hey Ben! Alles goed? Oh, oké. Esra! Nou, leuk dat we er zijn, Ben! Goed zo, Ben. Allemaal de ouders, jongen. Ah, nee. Echt waar. Wat voor cijfer geven jullie Esra? Ik geef hem een. Hallo. Dennis. Iedereen ken ik hier.
ook geprikt. Hey. Dennis, kom eens hier. Waar is opa? Hij kijkt nog even. Zag je dat toch niet? Had je gefilmd? Nou, daar heb ik dat voor gezegd. Hoi, broertje. Hey, Def. Nou, daar is Banjer. Banjer, ik hoef je nooit meer te zien. Doei. Arme Banjer. Sorry, Banjer. Ik voel me zo schuldig tegenover je. Stop, ooit Banjer welke ik heb gezien. Sorry voor mijn zoontje dat hij zo is, Banjer. Maar ik voel me zo schuldig tegenover jou. Wat kan ik doen? Je mag mijn zonnebril hebben hier. Kijk, alsjeblieft, pak mijn zonnebril. Je mag mijn schoenen hebben. Hier, pak mijn schoenen hebben, alsjeblieft. Nee, verlaat me niet. Word niet boos, hier. Wat heb je dan in de hand? Ah, zie. Waarom? Doran is boos op Banjer. Waarom ben je boos op Banjer? Vertel maar tegen Amtja. Doran. Wat heeft Banjer aangedaan? Want ik vind hem nooit mijn lief. Yves, hoe zeg je welkom tegen Dennis? Ja, Yves, nu ben jij. Dat is hij al. Yves. Ja. Hoi. Hoi. Ja. Nou, we zijn dus lekker hier nog op visite. En waarom wij dus bij Banjer langs gingen, een soort van ziekenbezoek. Want had hij ook weer, hij had helemaal uitslag gekregen, toch, van een bandje. Hij heeft een fratje en zo. Hij is ook een beetje opaatje. Ja. Maar in ieder geval zijn na te spelen. En Sam al zegt... Ik ken een tovertruc. Oké. Kies gewoon een kaart uit. Kies gewoon een kaart. Ja. Laat aan de mensen thuis zien welke kaart het is. Oké, ja. Geef maar, er is toch mee ergens tussen, ja? Goed zo. Ja, ik ga hem schudden. Ja? Ik ga erachter komen welke kaart het is. Blaas. 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 Is het deze? Ja! 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 Nee, hoe doe je dat? Serieus, dit is weg! Hoe doe je dat? Serieus? Niemand die erachter komt. Dat was hem niet eens. Ik zit in dat deze komt ja. Ik zag dat die hoofd is echt geloofde. Nou, we zijn bij de volgende aangekomen. Esther kwam met een geniaal idee om even te bellen naar een winkel, een webshop. Om even te klagen dat mijn vlogcamera niet goed is. En dat is de opdracht. Dat is de opdracht, ja? Ja. Zullen we dit gelijk aanhouden, Esther? Of gaan we draaien? Nee, die is wel leuk. Begin maar gewoon boos. Hallo? Hallo? Ali Osma? Goedemiddag, Bob. Dus kom met wat kan ik voor je doen? Goeiedag. Hallo. Hoi, ja, ik ben eigenlijk een beetje boos. Ja, niet boos op u hoor. Nou, ik ben niet boos op u, maar eigenlijk op een product dat ik heb gekocht. Oké, vertel, wat is het? Ja, joh, het is toch niet normaal. Ik heb een vlogcamera gekocht. Ja? En ik ben best verdrietig geworden eigenlijk, bro. Je bent er verdrietig om te worden, vertel. Ja, sorry, ik heb een stemwisseling, ik kan niks aan doen. Ik zit ook bij de therapeut ervoor, maar sorry als het daarover gaat. Maar ik ben wel heel erg boos op de vlogcamera. Want ik heb een camera gekocht en stond op dat het de hele goede was. Maar ik heb gefilmd en mijn vlogfilms zijn niet zo goed. Niet goed. Ja, de kwaliteit is gewoon niet goed. Ik maak filmpjes en wordt gewoon niet gekeken. En dat vind ik heel raar, want ze zeiden dat de vlogcamera eigenlijk goed zou moeten zijn. Nou, jij, omdat je de video's te kijken hoorde, is dat iemand niet goed begrijpt. Ja, dat. Op. Ja, dat kan ook wel zijn. Maar ja, weet je, ik ben heel blij met de kwaliteit ervan. Maar ik word gewoon niet bekeken. Ik heb geen subscribers, ik heb geen views. En dat komt allemaal door de camera, denk ik. Ja. Ja, dat weet ik niet. Daarom bel ik u, want ik weet geen raad mee. Nee, moet je huilen, dat zal weer beter gaan. Maar ik weet...
Ja, ik ga voor een potje heilen, denk ik. Dat vind ik wel een hele goeie eigenlijk, ja. Maar, wilt u dan wat subscriben op mij? Want dan heb ik misschien een volger. En dan, als u mij kunt volgen, kunt u me hele goede tips geven. Want, ja, ik krijg ook geen reactie van hoe ik het wel moet doen. Moet ik mijn camera, moet ik in de lens kijken, moet ik ernaast kijken, moet ik zachtjes praten, moet ik uitkijken? Ja, ik weet het gewoon even niet. Nou, niet in beeld komen misschien. Dat is één. Oh, sorry. Ik wist niet dat het zo gebeurt. Oh, ja, ja. Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee met wat u eigenlijk zegt. Maar wilt u mij dan volgen, alsjeblieft? Want dan wil ik de camera best wel houden, want anders ga ik hem terugsturen. Want ik ben helemaal niet blij met die camera. Maar als u mij volgt, dan zou ik wel blij kunnen zijn. Ja, nou, dan ga ik je volgen, prima. Als u daar dan blij mee kan maken, dan... Ja, wil je een reactie rondzetten dat u mij heel goed geholpen heeft? En dan verontschuldig ik me heel erg voor mijn stemwisseling. Ja, het is eigenlijk voor... Ja. Ja, ik heb een beetje beperking. En dan doe ik af en toe best wel raar. En dat wou ik eigenlijk laten zien aan de YouTube-wereld. Maar, ja. Ja, nou, het lijkt me best leuk. Ja, vind je? Nou, u kunt me subscriben op Familie La Cap. En dan vind ik het hartstikke top. Oké, prima. Komt helemaal goed. Niet naar huis nou, hè? Nee. Doei, doei. Dag. Ik vond het toch best moeilijk. Eindelijk zegt zij dus gewoon. Wat is het? Wat eigenlijk? Ze zegt, je moet je hoofd misschien niet meer laten zien. Dat zei ze gewoon. Ik vond het heel moeilijk om de emoties te doen. Dus eigenlijk klopt het niet helemaal. Nou, dit is ervan. Ik moet zeggen, ik zeg het niet voor. Oké, keer het beter dan ik. Keer het beter dan ik. Zo, we zitten weer in de auto, maar we moeten even boodschappen doen. En dit vond ik ook wel het juiste moment om even een emotie te bepalen voor jou, Esra. Oké. Hoe jij boodschappen gaat doen. Nou, zullen we maar even draaien, jongens? Geef een spin maar. Ik hoop een leuke, ik hoop... Oh, hij stopt. Hyper. We gaan boodschappen doen, jongens! Woe! Nee, kom. Er heeft iemand zin in. Wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt hier nou? Heb jij die wiel meegenomen toevallig, Yves? Ik schaam me gewoon rot. Ilai. Oké, ik haal het eindigje. Esra, ik wil weg. Schaam me rot. Wegwezen hier. We zijn weer aan het einde van onze video gekomen. Lieve schat. Ja. Die mystery wiel zal weg, hè? Je hoeft nu niet meer. Oh, maar daar gaat het niet om. Oh. Voelt het gewoon zo leuk vandaag. Oké, nou in ieder geval Mr. Wiel is weg, maar we hebben hier last. Nee, ik vond het echt leuk. Serieus, oprecht, ik vond het echt leuk. Vond je het ook leuk? Laat het even zien met de duimpjes omhoog. Wat, zullen we het nog een keertje doen? Ik denk dat we er op zich nog wel een deel 2'tje uit zouden kunnen halen. Ik zou het wel willen. Want ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Ja. Behalve zo hyper door de super. Ik heb niet echt zo'n wiel nodig van mezelf als vrouw zijn, maar bij jou werkte het wel heel erg goed. Nee, het was een leuke challenge. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video's. Ja, ik wel. Duimpje omhoog. Ja. En dan doen we maar vergeet je nog niet te abonneren. Echt waar, het gaat gewoon nergens over. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Doei! Doei.